praten dus over burgerbraad. En we hebben een hele mooie casus. Dat is namelijk het feit, en dat wist ik zelf eigenlijk ook niet. Ik kwam daar met anderen tegelijk achter. Er is namelijk een keer een burgerberaad geweest in Nederland. Dat was in 2006. Dat heette toen het Burgerforum. En dat ging over het kiesstelsel. 2006. Nederland was dus eigenlijk een van de eersten die het deed. En vanavond hebben we de destijds voorzitter, Jacobine Geel, in ons midden. En we hebben Yves de Jagere van de Belgische organisatie, of de internationale organisatie, FIDE, die zich bezighoudt met innovaties in de democratie. En dus we nemen dat destijds burgerforum, nemen we als een casus om die aspecten dan aan de hand daarvan te bekijken. De sprekers kunnen bij ons zijn tot 9 uur. Dus wij dachten het eerste uur, we gaan zo een hele korte PowerPoint doen om even terug te halen dat burgerforum, belangrijke elementen daaruit, zodat we dus de casus een beetje gezamenlijk hebben. En dan gaan we in 3 blokjes in gesprek met de 2 sprekers. En het idee is dat vragen gesteld worden in de chat, dus die kunnen we dan meenemen. Ja, ik moet hier een hele hoop doen, want ik moet ondertussen ook mensen binnenlaten. Dus dat is het idee. Dus, we gaan aan we beginnen even met een korte presentatie en dat doet Nico. Dus Nico, het Burgerforum 2006. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm met de startdia over het burgerberaad klimaat. Dit zijn de thema's die we willen bespreken vanavond. Het ontwerp van zo'n burgerberaad, in dit geval dan dat uit 2006. En dan het mandaat wat er is gekregen door de deelnemers van de opdrachtgever. En als derde punt ook van hoe de selectie tot stand is gekomen van de deelnemers aan dat burgerberaad. Nou, wat belangrijk is in dat procesontwerp is dat er natuurlijk een onafhankelijke voorzitter was, Jacobine Geel in dit geval. Maar er is ook al heel wat voorwerk gedaan door een aantal ontwerpexperts, zeg maar. Er is een congres georganiseerd, er is een expert meeting geweest, er is een reis gemaakt naar Canada om gewoon ideeën op te doen over hoe doe je dat nou, zo'n burgerberaad organiseren. En er zijn uiteindelijk 2 hoogleraren geweest die dan een procesontwerp hebben uitgeschreven. Wat het ontwerp is geworden waarmee er gewerkt is. En er is toen een ambtelijk secretariaat ook mee bezig geweest. In de loop van de tijd natuurlijk verschillende mensen die er meer of minder intensief bij betrokken waren. Zo'n 14 mensen hebben daar toch wel intensief aan gewerkt. En die hebben daar weliswaar vanuit het ministerie, maar toch onafhankelijk aan kunnen werken. Met hulp ook van een flink aantal experts op het onderwerp. In dat geval was het dan het kiesstelsel. En dat is natuurlijk een van de vragen van hoe kies je nou mensen uit die helpen om de goede inhoud voor het voetlicht te krijgen bij de deelnemers aan dat burgerforum. Nou, er is gekozen voor een fasering in 3 grote stappen. De scholing, de consultatie en de besluitvorming. En per stap zijn er 3 of 4 weekenden aan besteed. En bij de scholing gaat het natuurlijk echt ook om dat de mensen op het onderwerp worden voorbereid, zodat ze daar voldoende van weten. Er zal ook wel wat aandacht zijn besteed aan hoe doe je dat nou, met elkaar discussiëren, debatteren, delibereren. En vervolgens dan een consultatiefase waarin ze zelf nog ook experts hebben bevraagd, maar ook met name het land in zijn geweest om meningen op te halen van hoe iedereen erover dacht dat de vertegenwoordiging in het parlement tot stand zou moeten komen. Nou, en dan nog 4 weekenden over de besluitvorming met discussies in kleine groepen en plenaire discussies. En ook een heel aantal stemmingen, wat natuurlijk best een onderwerp is om over te praten. Probeer je tot overeenstemming te komen of doe je wat met stemmingen en hoeveel en wat voor soort stemmingen dan. En er is natuurlijk ook heel veel over gecommuniceerd in de media, omdat het wat nieuws was, waarbij het toch belangrijk was om daar ook de mensen bij te betrekken.
Nou, belangrijk is vervolgens dat mandaat van ja, wat moest het burgerforum gaan doen? Nou, dat was een onderdeel van het regeerakkoord om aan bestuurlijke vernieuwing te gaan doen. En dat is dan dat burgerforum geweest met dan de opdracht daarin. Wat is het beste kiesstelsel voor de Tweede Kamer? Heel kort samengevat, maar daar kwam het wel op neer. Dus dat was wel beperkt tot het kiesstelsel voor de Tweede Kamer. Dus niet allerlei andere dingen van burgemeesters, benoemingen of wat je maar kan bedenken. Dit was het ingeperkte onderwerp waar het over ging. Maar vervolgens mochten ze wel binnen dat onderwerp heel ruim kijken. Ze waren ook niet gehouden aan bijvoorbeeld de grondwet. Ook dat had kunnen worden veranderd als dat nodig was. Nou, de voorzitter die had wel een belangrijke rol om ook de verbinding te verzorgen naar de politiek, contacten onderhouden, dat er informatie over en weer werd gegeven. Ook politici uitnodigen bij bijeenkomsten. Er zou ook aan het eind een hoorzitting zijn. Ik weet eigenlijk niet of dat ook heeft plaatsgevonden. Er is, dacht ik wel, in ieder geval contact geweest tussen de deelnemers aan het burgerforum en de mensen uit de Tweede Kamer. Nou, uiteindelijk heeft het burgerforum binnen de geplande tijd van ja, zeg maar lente tot winter 2006 hebben ze daar zo intensief aan gewerkt en zijn tot een eenduidig, eensluidend advies gekomen dat in 2006 is aangeboden. En ja, dan is het jammer om te zien dat eigenlijk pas in april 2008 daar een kabinetsreactie op is gekomen waarvan ook de inhoud dan was, ja, er is onvoldoende aanleiding om het bestaande systeem te veranderen. En dat is iets waarvan ik denk, ja, dan moet je toch, was dat van tevoren dan ook al zo? Of, nou ja, hoe ga je daarmee om? Dat is echt wel een vraagpunt. Het is natuurlijk heel teleurstellend als daar uiteindelijk niks mee gedaan wordt. En wat vervolgens bleek in de bespreking in de Tweede Kamer, was wel dat er, ja, dat men het wel heel erg waardeerde dat het burgerforum er was geweest. En er is ook zeker belangstelling voor de ideeën die zijn geuit. Men was er ook verrast over dat er iets uit was gekomen wat ze niet hadden verwacht. Dus ja, zo levert het echt wel wat op. En dus er is veel waardering voor, maar toch niet er echt wat mee gaan doen. En wat eigenlijk wat je ook had kunnen verwachten, omdat er ja, ook zorgvuldig is gewerkt aan de samenstelling, dat dat ook een onderwerp zou zijn in het bespreken, maar eigenlijk blijkt dat niet zo belangrijk te zijn. Het wordt gewoon eigenlijk voornamelijk naar de inhoud gekeken van het advies. Nou, dan nog even over hoe die groepen dan tot samengesteld zijn. In eerste instantie was er een aangelegde steekproef uit de bevolkingsadministratie. Heel veel reacties opgekomen. Informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de mensen met zo'n 2000 aanwezigen op allerlei plekken in het land. Nou, ruim 1700 aanmeldingen. Er heeft dan een flinke selectie plaatsgevonden door de mensen zelf. Die zijn aangeschreven van ja, wil ik dit wel doen? Voel ik me er wel mee vertrouwd? Durf ik dat wel? Nou, ze vindt van alles plaats. Maar goed, toch nog heel wat aanmeldingen en daar is toen uit gelood. En dat is ook onder toezicht gebeurd, hè, openbaar op internet. En evenredige vertegenwoordiging vanuit de provincies en vanuit mannen en vrouwen. Leeftijdscategorie was bij de eerdere selectie al naar gekeken omdat dat gelijk verdeeld was in de selectie als in de bevolking. Wat je dan wel uiteindelijk zag, dat de gemiddelde leeftijd van het uiteindelijke burgerforum toch iets lager was dan bij de genodigden. En dan natuurlijk ook heel interessant van, ja, is het nou ook een afspiegeling van de bevolking? En je ziet dan ondanks toch dat er ja, gestratificeerd is, dat er wel wat verschillen zijn. Er was toch een echte oververtegenwoordiging van mensen met een hbo of universitaire opleiding. En je ziet ook vrij veel mensen die ja, zich niet religieus achten. In ieder geval niet bij de grotere kerkgenootschappen zijn aangesloten. En verder zag je ook dat er een ja, oververtegenwoordiging is van de hogere en hogere middenklasse ten opzichte van arbeidersklassen. Maar als je dan verder ging zoeken naar van hoe is het nou met de opvattingen van die mensen over de democratie en het functioneren van de politiek, dan blijkt dat eigenlijk wel weer hetzelfde te zijn bij mensen van het burgerforum en van de hele bevolking. Nou, dat is eigenlijk wat we erover wilden laten zien. Super, dank je.
Nico. Ik stop hier. Ja. Oké, dan zou ik als eerste aan Jacobine Geel willen vragen. Zij was destijds voorzitter. Misschien kennen jullie haar wel, want zij heeft ook een programma op televisie. En zij is nu voorzitter van de GGZ, de brancheorganisatie. Jacobine. Ja, ik ben ja. Wat wil je weten? Nou ja, eventjes, hoe blik jij erop terug en wat zijn plussen en minnen achteraf gezien? En, ja, en dan komt natuurlijk de grote vraag, wat zijn eigenlijk de lessen? Stel dat je het nu opnieuw zou moeten doen, zou je het dan anders doen? Of wat? Ja, ja, en dan ja. Eigenlijk vooral even op het punt van het ontwerp. Hè? Gewoon... Ja, dat is het eerste blok. Ja. Hè? Om te beginnen, heel leuk vind is om dit weer eens even zo terug te horen. En wat misschien een indicatie is van hoe intensief en ook plezierig ik die periode zelf gevonden heb. Ik zou de presentatie bijna uit stand hebben kunnen houden. Dus zo zit dat nog in mijn geheugen en ook wel in mijn systeem, zou ik bijna kunnen zeggen. Het is voor mij een hele interessante, leerzame tijd geweest, waarin ik ook zelf ben opgeschoven, zeg maar, van wat meer misschien het levensbeschouwelijke, want mijn achtergrond is de theologie, naar veel meer... burgerschap, burgervorming, burgerparticipatie als focus van ook mijn werkzaamheden. Dus het is echt voor mij wel een heel belangrijke fase geweest. Dat ontwerp. Ik werd benaderd toen dat ontwerp eigenlijk al min of meer klaar was. Een van de mensen die daar actief aan heeft meegeschreven, die in dienst was van het ministerie van Binnenlandse Zaken, was Jan van Schagen, die inmiddels rechter is in de regio Arnhem. En hij werd ook de zeg maar ambtelijk ondersteuner van het hele traject. Dat ontwerp was heel erg geënt op het Canadese model. Daar hadden ze een Citizens Assembly gehad. Vrij kort daarvoor, redelijk succesvol verlopen. Ook uiteindelijk qua honorering door de politiek. Maar wel ook over hetzelfde onderwerp. Dat ging toen ook over het kiesstelsel. En, daar is veel over gediscussieerd. Kijk, er waren eigenlijk twee opdrachten tegelijkertijd. Pechtold was toen minister van Binnenlandse Zaken en had natuurlijk vanuit zijn D66-achtergrond bestuurlijke vernieuwing in zijn portefeuille en in zijn ambities. Tegelijkertijd was dat kiesstelsel een discussiepunt, hè, van in hoeverre is onze representatieve democratie wel echt nog representatief en zouden we daar toch niet eens naar moeten kijken. Nou, die twee dingen zijn gecombineerd. Maar het ingewikkeld is natuurlijk dat een kiesstelsel nou niet een onderwerp is waar heel veel mensen, zeg maar, uit stand een lezing over kunnen houden. Dus dat vraagt scholing. Dus vandaar dat dat scholingsaspect in het ontwerp nogal zwaar is aangezet. Je kunt je voorstellen dat er onderwerpen zijn waarbij de vorm van het burgerberaad wel gekozen wordt, of burgerforum, maar waarbij je een onderwerp kiest waarin mensen wat meer bijna als vanzelf al kunnen gaan meedenken en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Hè? Waarbij die scholing wat minder zwaar hoeft te worden aangezet. Hier was dat echt noodzakelijk. Dus dat scholingstuk, dat is ontzettend gedegen en goed opgezet. Was ook belangrijk als een soort manier om al die mensen vanuit al die verschillende windrichtingen, provincies, achtergronden, toch een beetje op eenzelfde soort nulpunt te krijgen. Om van daaruit ook echt dat onderlinge gesprek. Want het was echt bedoeld als een beraad opzet. Hè? Dus we hadden nou niet het idee van we gaan constant met stemmen en stemkastjes. Hè? Dat punt dat komt straks nog wat terug. Maar de gedachte was toch wel dat we door gesprek verder zouden komen. En tot een uiteindelijk advies zouden komen. Nou, aan mij was gevraagd toen dat ontwerp dus al min of meer klaar was, of ik er zo voor zou voelen. Vanuit aan de ene kant een zekere ervaring met het begeleiden van grote discussies. En aan de andere kant een maatschappelijk betrokken, maar niet expliciet politiek profiel. Want dat wilden ze toch liever niet. Want dan zou het al meteen voorsorteren in een bepaalde richting. Is toen gevraagd om dat te begeleiden. Nou ja, ik was eigenlijk meteen wel heel enthousiast. Dus ik heb daar ja tegen gezegd. Het kwam ook als een totale verrassing, zal ik zeggen. Ik was geen vriendje van Pechtold of zo. Ik heb hem nog nooit gesproken. Dus ik kwam echt wel behoorlijk fris, onafhankelijk en nieuw in dit gezelschap binnen. Ja. En hoe ontwerp je dan zoiets?
Nou, het onderwerp heeft denk ik heel veel afgedwongen als het gaat om het ontwerp. Want die opbouw in scholing, beraad en uiteindelijk advies formuleren, daar is dat scholingsaspect natuurlijk heel zwaar in geweest. Dus dat heeft ook de tijdsintensiteit voor de deelnemers natuurlijk heel erg bepaald. Ja. Dus kan je voorstellen dat, hè, we zijn met elkaar ruim 10 maanden bezig geweest. Dat is lang. En dan in 10 weekends, met ook nog tussendoor opdrachten, het land in, et cetera. Dus mensen stapten wel echt ergens in waar ze vol voor moesten gaan. En wat ook voor heel veel van de deelnemers, nou, ik durf wel te zeggen, levensveranderend is geweest. Okay. Maar juist omdat het zo'n best wel ook technisch onderwerp is, moet je wel echt tijd ook investeren in het een beetje verkennen van zo'n thematiek. Ja, dat is dus in de ontwerpfase is heel belangrijk geweest. Ja, dat snap ik. En ik heb nog een vraag. Ik zag in het verslag ook dat er die consultatieronde, dat hield ook in dat deelnemers aan het burgerforum met andere burgers zouden gaan praten. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Wat was het idee daarvan en hoe pakte dat uit? Nou ja, daar was denk ik, kijk, de gedachte was, ja, hoe kunnen wij nou hier met elkaar bepalen hoe het moet gaan? Dat moeten we ook, daar moeten we draagvlak voor organiseren. Dat is best een discussiepunt geweest. Want kijk, aan de ene kant was de groep natuurlijk zo samengesteld dat je eigenlijk ervan uit mocht gaan dat wat er uit die groep kwam, een beetje was wat er uit iedere op dezelfde manier samengestelde groep in Nederland zou zijn gekomen. Dus de groep zelf was al eigenlijk representatief. Maar toch was die draagvlakdiscussie wel een belangrijke. Ik heb hem zelf eigenlijk in die periode meer benaderd als test je eigen ideeën en opvattingen en hoor natuurlijk wel de feedback, maar laat je er niet helemaal door van de wijs brengen, want wij lopen ons eigen traject en dat traject is in zichzelf al vertegenwoordigend van aard en opzet. Hè? Dus je kunt wel zeggen, we willen heel Nederland gesproken hebben voordat we tot een besluit komen. Ja. Maar ja, zo lukt dat nooit. Dat zou je nu dus anders doen, Jacobien? Ja, ik zou dat meer inperken. En ik zou denk ik daar ook van tevoren duidelijker zeggen wat je daar nou van moest verwachten. Ik denk dat we dat wel hebben benadrukt. Maar nu kreeg het als het ware hadden mensen het gevoel dat ze heel erg daar hun legitimatie vandaan moesten halen. Terwijl zij door de manier waarop ze gekozen waren, gelegitimeerd waren om met elkaar iets tot stand te brengen. Ja, dus de legitimatie moet eigenlijk in de deliberatie liggen, in hun eigen beraadslaging. Ja. Oké, dat is dus een duidelijke. Ja, en voor je het weet gaat dat dus, gaat dat op de loop met mensen en denken ze dat ze niks meer mogen zeggen als ze dat niet gecheckt hebben. Terwijl dat is weer even willekeurig op een bepaalde manier. Hè? Dus daar zit dan. Dus het is natuurlijk één groot proces van verwachtingenmanagement op allerlei manieren. Maar hier zou ik denk ik op dit moment gezegd hebben, dat mag je wat beperkter doen en dat is puur een toets, maar dat is niet echt draagvlak organiseren. En zo is het misschien nu wel door een aantal mensen heel erg ervaren. Ja. Zijn er nog meer punten die jij nu anders zou doen in het ontwerp van het beraad? Nee, uiteindelijk, kijk, wat ik me veel meer dan toen ik begon zou realiseren, is hoe belangrijk de hele groepsdynamische kant van dit hele traject is. Hè? Dus je kan het ontwerp, maak je in feite op de inhoud en op je ambitie qua democratisering. Maar wat er natuurlijk gebeurt is dat er 140 mannen en vrouwen bij elkaar zitten op een hele intensieve manier. Ja. Die natuurlijk interacties met elkaar aangaan. Er zijn mensen gescheiden in die tijd. Er zijn mensen getrouwd met mensen die ze hebben leren kennen. Oh. Weet je? Dus het heeft enorme impact op de levens van die mensen gehad. Ja. En ook dat is iets waar je ook van tevoren over na moet denken. Ik denk jullie hebben geloof ik volgende week Manon te gast. En die heeft dat toen ook bestudeerd. En dat is iets wat we denk ik ons onvoldoende van tevoren gerealiseerd hebben. Hoeveel impact het in de levens van mensen zou hebben. Ja, dus gelijk even ter informatie van iedereen. Volgende week gaan we het hebben over echt hoe het proces is gegaan. Dus de groepsdynamiek, hoe dat is aangepakt, ook met besluiten nemen. Dialoogvaardigheden, moet je daar op trainen of niet? Hoe pak je dat aan? Dus dat doen we volgende week. Ja.
En nu maar gaat even over, want uiteindelijk denk ik, los hiervan, hè, denk ik, heeft de opzet en de manier waarop we hebben gewerkt met elkaar er wel toe geleid dat er maar heel weinig mensen zijn afgehaakt, hè, door de maanden heen. Ik geloof maar 3 of zo. En uiteindelijk is er met 96% van de stemmen, meen ik, gekozen voor het advies wat we uiteindelijk ook hebben uitgebracht. Dus dat is, nou vind ik, ja, bijna 100%. Hè? Dat, ja, dat is overweldigend. Dat is, ja, Koreaans, zeg maar. Ja. En dat betekent dat we dus wel in de opzet van het overleg en het beraad zijn geslaagd. Dat durf ik wel te zeggen. Dus okay. Ja. Ja. Maar goed, er zijn nog heel veel meer dingen over te zeggen, maar ja, laat ik het hier even bij houden. Ja, heel fijn, dank je, dank je. Yves, kun jij hier nog iets op aanvullen? Of heb je hier nog anders kun jij beginnen met het volgende punt, het mandaat? Ja, het is voor mij moeilijk om, ik ken niet heel het proces ontwerpen, maar wat ik wel kan zeggen is dat het een zeer gedegen proces is geweest. Ik bedoel, 10 weekends is indrukwekkend. Hè. Dat is meer dan de Convention Citoyenne pour le Climat, wat nu het Macron-proces dat nu wordt opgehouden als het bijna ja, het meest ambitieuze project. En dus men vergeet, ik denk, enfin, dat is dan mijn haakje naar het volgende, is dat het probleem is gewoon het mandaat geweest. Hè. Het mandaat was onvoldoende sterk, in zekere zin, of onvoldoende duidelijk. Ja. En dat heeft gemaakt dat het ook een beetje begraven is geweest. Ik denk dat Nico heel mooi heeft aangegeven, en ik zag ook in de presentatie een poging gedaan heeft om met bold die 8 iets scherper uit te zetten. Dat het 2 jaar heeft geduurd voordat er eigenlijk een reactie kwam. En dus ik denk naar het proces in het algemeen toe. Ontwerp, daar weten we steeds meer van. Hè? Dus het blijft altijd een afweging. Als ik toch nog even op dat eerste stuk mag terugkomen. Het blijft een afweging en het blijft een leerproces. Omdat ik zag al ergens in de chat de vraag van ja, moet je bij klimaat en milieu dan ook zo'n leerproces hebben? Ja, en misschien nog meer. Daar ga je bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen, en dat is een legitieme vraag over klimaatpanels die ik bijvoorbeeld nu heb. En ik denk dat ik ze vorige keer tijdens een discussie ook al gesteld heb. Mijn aanvoelen is dat bij het ontwerp tegenwoordig te hard gedacht wordt, en dat is mijn metafoor, dat je eenmaal met een winkelkarretje door de Albert Heijn mag rijden en alles wat erin kan, mag je mee naar huis nemen. En wat wij meer aansturen is, denk in verschillende winkelkarretjes. Want als je te hard vollaat, dan mag je ontwerp nog zo goed zijn, dan is wat eruit komt minder kwalitatief. En net British Columbia, en ook wat jullie gedaan hebben in 2006, is zo hoogstaand, omdat er eigenlijk een echt mooi afgeleid ontwerp was. Dat kan breder zijn, maar als je gaat kijken naar de convention, daar heeft men uiteindelijk in werkgroepen opgesplitst. Ik weet niet hoe bekend de mensen in de zaal hier nu zijn. Men is begonnen met 1 groep rond klimaat te werken, maar dan... Het is over Frankrijk nu weer, hè? Ja, sorry. Ja. Ja, ja. Over het klimaatpanel in Frankrijk heeft men uiteindelijk zich voeden, zich verplaatsen en men is in deelonderwerpen gaan. En dan heeft men daar nog eens experts en informatie te verwerken gekregen. Natuurlijk wat je daar wel had is dat bijvoorbeeld daar heel duidelijk van op voorhand werd gesteld. En dat, dan kom ik even naar het mandaat toe. De vraag was niet, is er klimaatverandering of moeten we klimaatverandering aanpakken of... De vraag was, kijk, ik als president heb mij geëngageerd internationaal om dit als doelstelling te halen. Hoe doen we dat? Kernenergie was duidelijk vanaf het begin niet mee in de discussie. Dus misschien, jullie hebben amper kernenergie, de Fransen zijn bijna wereldleider in kernenergie. Dus dat was sowieso terzijde geschoven. Dus er zat een duidelijke tranche in en een duidelijke vraag. Maar toch zat je met een ontwerp dat heel hard vooruit moest gaan. En dus als je bijvoorbeeld klimaat en milieu in 1 ontwerp zou willen gooien, dan dat is ook al een vraag op zich. Hè. Dan, ja. Als het gaat naar het mandaat zelf, ik denk steeds minder nu, hè, dat is 2006, we zijn 2021, zouden we in een proces stappen waar er geen contract is met een opvolging. Wij hebben met de G1000 in België hebben een aantal processen ontworpen die nu stilletjes aan naar institutionalisering gaan.
waar echt wetgeving mandateert dat een burgerpanel wordt gehouden. Daar zit altijd ingebakken dat er terugcontactmomenten zijn en dat er een vorm van accountability moet zijn. Ja. En dus dat mandaat moet geen mandaat zijn voor mij van er moet gedaan worden wat hieruit komt. Dat wil ik even stellen. En dat is misschien duidelijk om direct scherp te stellen. Ik ben net zoals Harm en Mirjam en al een longstanding traveler ook om deliberatieve democratie te ondersteunen. Maar ik heb niet zoiets van, daar moet per se, wat eruit komt moet wetgeving worden. In België mag het ook niet van de grondwet, dus dat maakt het heel gemakkelijk. Maar je moet wel nadenken, welke rol speelt het dan wel in relatie met het representatieve? En dus bijvoorbeeld een van de belangrijkste vragen voor mij, er moet een contract komen met de burger, maar wie neemt het engagement? Is dat de regering? Stel dat Rutte opnieuw aan de bak mag, is het dan de regering Rutte? Is het een brede coalitie in het parlement? Je zou evengoed een coalitie in het parlement kunnen hebben over meerderheid en oppositie heen. Maar is het dan partij per partij? En je kan dat best op voorhand vastleggen. Dus ik ga het niet te lang, want we hebben maar een uurtje. Dat is ook mijn fout, mijn excuses. Maar je moet echt best op voorhand vastleggen, omdat je kan anders alleen maar op ontgoocheling lopen. En dus ik zou zeggen, ik ga het kort houden. Wie neemt het engagement? Daar moet je over nadenken. Want als dat partij per partij is, ja, hoe werkt die accountability dan? Moet Hier, kan het niet zo zijn dat gewoon de Tweede Kamer dat engagement heeft? Ja, maar de Tweede Kamer zijn partijen. Stel, zoals nu bij Macron, dus bij dat klimaatpanel, wordt dat nu in een klimaatwet herwerkt. Die wordt voor de Tweede Kamer ter stemming gebracht. Ja, stem je dan gewoon of moet je je stemming verantwoorden? Stel, PvdA stemt plots toch tegen en zegt, ja, we hebben onze redenen. Is dat voldoende? Je kan dat naar de Tweede Kamer, maar de Tweede Kamer is geen geheel. Maar ken je een voorbeeld van dat van tevoren is vastgelegd en dat na afloop ook werkt? Ken je daar een voorbeeld van? Ja, Ierland bijvoorbeeld. En een mooi voorbeeld in Ierland is dat op een bepaald moment tijdens een van de... sla me dood of het nu het homohuwelijk of het abortuspanel was, dat iemand toch in het parlement die discussie al wou aangaan toen de Citizen Assembly nog bezig was en toen zei een ander parlementslid van kijk, ik wil er eigenlijk nu niet over beginnen, we moeten eerst afwachten wat het rapport is van de Citizen Assembly. Er zijn verschillende voorbeelden waar er een goede opvolging is, alleen het probleem voor politici is niet overbeloven. Je mag niet overbeloven. Er is een enorme neiging om verbaal grootsprakerig, we gaan nu de burger aan het woord laten en de burger mag het nu zeggen. En de vraag is, als je dan zegt de burger mag het nu zeggen, mag hij ook beslissen? En Macron heeft, ik vind dat een heel mooi voorbeeld, omdat het is uiteindelijk een zeer ambitieus project geweest. Er is 5 miljoen euro in geïnvesteerd door zijn regering. Hij is met die mensen gaan praten. Maar hij heeft op een bepaald moment heel Frans en heel de Gaulliaans gezegd, ik ga dat sans filtre voorleggen aan het parlement of aan de bevolking. En dat heeft bij veel mensen het gevoel gegeven, je gaat gewoon sans filtre dit overnemen of toch. En dus eens je dat gezegd hebt, kan je 90% van die aanbevelingen toch verwerken, dan gaat men het gevoel hebben dat men toch bekocht is. Dus je moet als politicus ook gewoon eerlijk zijn tegen de mensen en ze recht in de ogen kijken en zeggen wat kan en wat niet kan. En burgers zijn heel volwassen. Dat is dan, wat is je engagement? Je kan zeggen, er is een besprekingsplicht. We gaan dat in de Tweede Kamer bespreken. Dat is bijvoorbeeld wat het klimaatpanel in Engeland is door een... ik weet niet of jullie een beetje ingelezen hebben. In Engeland is het Parliamentary Committee die het naar voren geschoven heeft. Het klimaatpanel, maar niet de regering. Dus ja, dat kan besproken worden in het parlement, maar verder gaat het niet. Ja. Een verdere stap is een verantwoordingsplicht. Dat je zegt, mijn mandaat is, ik zal mij verantwoorden. In Oost-België, in de Duitszalige gemeenschap in België, is er een verantwoordingsplicht. Men moet schriftelijk verantwoorden als men bepaalde voorwaarden voldoet. Dat ligt op 2/3 of in bepaalde gevallen 80%. Jullie hadden 96. Als je het niet volgt, moet je wel uitleggen waarom je het niet doet. Ja. Dat geeft een accountability. En hoe werken we daaraan? Is het bijvoorbeeld bij dat
dat burgerforum in 2006, volgens mij zat wel in het ontwerp dat politici zich steeds op de hoogte zouden stellen. Of in ieder geval zich betrokken zouden betonen, dat, ook, ja, dat ze langs zouden gaan. Ja. Even aan Jacobien vragen. Ja, kijk, wij zijn natuurlijk, wij waren een initiatief van de regering. Hè? Dus de regering heeft aan het burgerforum gevraagd om een advies over het best passende kiesstelsel voor de Tweede Kamer. Maar het was wel een open einde vraag. Er was niet iets beloofd over wat er dan vervolgens mee zou gebeuren. En dat hoeft niet te zijn, we nemen het over, maar je zou wel een aantal stappen moeten schetsen die je vervolgens neemt als dat advies er is. Dat was eigenlijk redelijk ongewis, behalve dat er wel iets van een hoorzitting of een gesprek over zou plaatsvinden. Nou, dat is er ook wel geweest, alleen wat wij als, ook een beetje als pech hadden, is dat op het moment dat wij het advies uitbrachten, het toenmalig kabinet gevallen was. Dus ja, wij aan een demissionair kabinet uiteindelijk hebben aangeboden. Dit was natuurlijk onmiddellijk controversieel, dus daar werd in feite op dat moment ook niets mee gedaan. Nee. En het is ook voor de hand liggend dat een volgende regering dan niet dat als eerste oppakt, omdat ze zich daar eigenlijk niet enorm aan gecommitteerd hebben. Ja. Het is gewoon een dossier van wat is blijven liggen, zeg maar. Ja, maar je hebt het nu over een hoorzitting na afloop, hè? Ja, dat lijkt een heel logisch onderdeel van het ontwerp. Maar zou het ook uitmaken, of is het op de een of andere manier zinvol om politici tijdens het... Ja, en wat deden jullie dan? We hebben regelmatig Kamerleden ook te gast gehad met wie we in gesprek zijn geweest. Die ook hun reflectie op zowel het instrument als de inhoudelijke vorderingen konden geven. Dat maakte ook wel duidelijk dat we niet de hoogste verwachtingen hoefden te hebben. Maar dat waren dan wel Kamerleden. Dus dat was niet de regering. Die hield zich er eigenlijk verder redelijk afzijdig van. Ja, die hield ik dan wel een beetje op de hoogte, maar dat was verder niet een... Die hield ons verder nergens aan. En wat wij eigenlijk hebben gehoopt, maar dat is iets waarvan je van tevoren denk ik meer moet afvragen of dat een interessante combinatie zou kunnen zijn, is dat het advies, en dat is in Canada gebeurd, via een referendum uiteindelijk ook aan de bevolking zou worden voorgelegd. En dan heb je natuurlijk een heel ander soort, ja, dan schakel je met een aantal vehikels die toch wat meer voor de directe democratie gaan. Waar misschien dan uiteindelijk wel iets uitkomt. Maar iets van zo'n soort afspraak aan de voorkant moet wel gemaakt worden. En daar ben ik erg met Yves eens. Dus niet het in het vage laten en ook niet doen alsof alles goed is. Want dan is dus niets goed. Ja. De opdracht was in zekere zin heel open, heel uitnodigend. En je kan zeggen, goh, wat een lef en wat fantastisch. Maar daarmee was er ook geen enkel commitment om er ook daadwerkelijk iets mee te doen. Dus daar... Jacobie, om het af te maken, zo'n referendum, daar zou jij voor zijn? Nou nee, maar dat zou wel een interessante zijn om nog eens te doordenken. Om iets van een koppeling te maken tussen die verschillende instrumenten. Want dan heb je een veel geïnformeerder soort referendum dan voor zover we die al gehad hebben in het verleden, vaak het geval was. Ja, oké, dank je. Ja. Yves. Even terug naar jou. Wat zijn jouw belangrijkste tips op dit punt? Van hoe kun je nou dat mandaat groter krijgen of waarborgen? Ja, eerst en vooral is gewoon druk proberen te zetten op politici. Het ligt ook in de hand van politici. Zij moeten dat, ik denk, verwijzen naar een aantal buitenlandse voorbeelden. Ik denk dat het ook helpt. Niets overtuigt een politicus zo hard als een andere politicus. Dus al is het maar dat je de koudwatervrees kan wegnemen, dat je iemand uit het buitenland erbij haalt die zegt, ja, wij hebben dat gedaan, ik heb in jouw schoenen gestaan, trust me. Bijvoorbeeld de voormalige Ierse premier Kenny heeft blijkbaar ooit op een receptie gezegd dat een van de mooiste verwezenlijkingen was uit zijn carrière. Dus ja, dat zijn al dingen die een beetje helpen om zo van, geloof me, ik heb ook op de rand van het zwembad gestaan. Nadenken over echt concrete stappen. Bijvoorbeeld in de twee wet en decreet die we mee hebben helpen ontwikkelen, staan er echt, je neemt je burgers nog mee. Omdat het probleem bij het burgerpanel is ook, wie bewaakt de bewakers? Hè? De bewakers wordt dan de partijen, maar wie bewaakt hen dan terug? Is dat je burgers nog een aantal keer meepakt. En anders doen ze het zelf. In Frankrijk. Hoe pak jij de burgers mee?
In Oost-België moet na een paar maanden een commissiezitting worden gehouden, waar punt per punt wordt bespreking gedaan van elke aanbeveling, punt per punt. Dus echt een openbare commissie bedoel je? Ja, dus daar presenteert... Dus, ja, er is eerst een zitting waarbij de burgers de presentatie doen in commissie zelf. Dat is, als dat over zorg gaat, is dat in de commissie zorg. Dus ook niet in het plenaire waar iedereen... Nee, echt, je neemt dat serieus. Hè? Dus je doet dat in de bevoegde commissie. Dan is er een verdere commissieontmoeting waarbij gezegd wordt van kijk, dit is onze eerste stellingname. Dit gaan we proberen op te volgen. Dit niet, want... Hè, dus, en uiteindelijk is er wel een plenaire zitting, minstens een jaar verder. En in Oost-België staat in de wet dat eigenlijk de burgerraad, dat is een apart controleorgaan, kan beslissen dat als bijvoorbeeld, doordat er, ja, in België is dat dan de Raad van State, een soort grondwettelijk hof, naar iets moet kijken, en dat duurt heel lang, ja, dan kan het parlement zeggen, ja, we hebben het nog niet terug gehad, het jaar is voorbij, see you. Dan kan de burgerraad zeggen, oké, dan zetten we binnen een half jaar opnieuw een meeting vast. En dus, je raakt die burgers niet direct kwijt. En het probleem bij een andere burgerpanel is, de burgers gaan naar huis. Hè. Ik denk bij Jacobina, dat was bij jullie ook een beetje het geval. Het was heel vaag wat die opvolging is. Ja, die burgers zijn heel hard betrokken daarop geweest. Ja. Maar als de media het dan niet oppakt of andere partijen, dan verwatert het ergens. Wat je in Frankrijk ziet, en dan stop ik, is ja. die betrokkenheid die je ook beschrijft, Jacobina, is dat in Frankrijk hebben die 150 burgers zichzelf in een organisatie omgetoverd. Omdat het zat niet ingebakken, dus ze hebben het gewoon zelf gedaan. En dan krijg je als regering nog eens een lobbygroep bijna tegen je aan. Dus je kan het beter zelf organiseren. Dus die noemen zich nu Les 150, treden zo op in de media en zijn eigenlijk ja, erge waakhonden van hun eigen proces. Mm-hmm. Dus je kan ze beter op voorhand erin steken. Zeker. Nou ja, ook omdat je het anders ook weer institutionaliseert. Dat zou ik er ingewikkeld aan vinden. Hè? Dus je juist de betrekkelijke onbevangenheid en ook de eindigheid van de klus maakt ook dat het valide is en dat je het moet gaan herhalen, maar niet met dezelfde mensen die dan eigenlijk een soort schaduwparlementje gaan worden of zo. Hè? Want dat is eigenlijk juist niet wat je wil. En wat natuurlijk met heel veel inspraakgroepen ook wel een beetje het risico is, dat het altijd dezelfde mensen zijn. En eigenlijk wil je juist die spreiding veel groter maken. Ja. Ik ben het eens, dat moet je eerder zelf organiseren als degene die de opdracht geeft. Of dat nou de Kamer is of de regering. Maar niet het aan het toeval overlaten, zeg maar. Ja, maar jullie zeggen dus duidelijk van er is één burgerberaad van één groep mensen die één vraag gewoon helemaal afbehandelt, zou ik maar zeggen, en met een advies komt. Ja. Maar ik zijn er toch nog meer tips te geven van hoe kun je nou zorgen dat er meer dat draagvlak heel erg gaat groeien, zodat het eigenlijk zo groot is dat na afloop niemand eromheen kan. Hè? Heeft het zin om die politici er steeds bij te betrekken? Op welke manier kun je de hele maatschappij erbij betrekken? Heeft dat zin? Hè? Dat je het heel erg levend houdt. Zijn daar nog meer dingen op aan te vullen? Nou ja, ik heb wel vaak gedacht naderhand van het was misschien ook... Het jammer is dat doordat het onderwerp niet is opgepakt, hè, in het advies, ook het instrument daarmee eigenlijk uit beeld is geraakt. Het instrument was natuurlijk heel interessant, maar ook tegelijk heel groot en massief. We hebben die 10 maanden, dus allemaal, je kan het ook wat kleiner maken en wat handzamer misschien. Hè, dat je met 4 of 5 weekends er doorheen bent. Maar dan zou je eigenlijk het ook moeten toesnijden op bijvoorbeeld 3 alternatieven waar de regering zelf niet uitkomt. Of waarvan ze denkt, nou hier zou toch het wenselijk zijn om tussentijds de bevolking toch nog eens wat nader te consulteren. Maar dan weet je ook, het wordt zeker 1 van de 3. Ja. Dan kun je in je advies natuurlijk, dan kun je ook vastleggen dat er wel hele sterke argumenten zijn om dan van het advies van het burgerberaad af te willen wijken uiteindelijk, hè, als de regering er eerst al zelf niet uitkomt. Nou, zo kun je het wat meer inperken, waardoor die oeverloosheid, die het nu ook een beetje had, niet toch ook de ondergang ervan wordt. Ja, dank je. Ja. En nou wilde ik aan Yves nog vragen, dat idee van dat referendum, hè, zoals dat in Ierland bijvoorbeeld is uitgevoerd, vind je dat een goed idee?
Ja, het is heel persoonlijk hoor. Ik spreek zelf niet voor mijn organisatie, maar voor mij, nee. Het probleem daarbij is een eenmalig referendum, heel zichtbaar, heel geïnformeerd. Goed, hè, je kan altijd... Maar eigenlijk, wij kunnen weinig voorbeelden geven van zeer goed uitgevoerde citizen panels die echt complete mist ingegaan zijn. Ik kan u wel best wat voorbeelden van referenda geven die de mist ingegaan zijn. En het probleem met het British Columbia Citizen Assembly is juist dat het referendum in zekere mate door politiek is gebruikt om het doordachte... je laat burgers dan 10 weken over iets waar eigenlijk de meeste burgers niet van wakker liggen, maar wat heel cruciaal kan zijn. Ja? Zeker in een tweepartijstelsel, first past the post, dat burgers dan van, daar hadden we niet van gehoord, maar proportioneel is veel beter. Dat is eigenlijk heel cruciaal, want dat is net waar partijen nooit zichzelf... partijfinanciering, andere voorbeelden. Ja. En dan zegt men, ja, we gaan toch nog in een referendum. En dan heb je net zoals het referendum over het kiesstelsel in het Verenigd Koninkrijk. Ze gaan ons systeem veranderen en het is toch goed hoe het is. En, en uiteindelijk heb je... En ze hadden ook een meerderheid van 60% voorgelegd, hoor. Dus ze hadden de drempel ook hoog gehaald. Ja. Maar eigenlijk, je bijna 96% ook daar in Canada van we moeten meer proportioneel worden, zoals Nederland. Enfin, Nederland is misschien wat overdreven. Ik zie in de laatste peiling dat jullie naar de 20 partijen gaan, maar we moeten meer partijen... Nee, maar het is helder. Het is helder. Dus jij zegt dat referendum, dan neem je toch wel weer een grote gok. Hè, dat het hele mooie uitkomst van een beraadslaging, dat het in een heel ander vaarwater komt. Het gaat me niet over een gok. Het gaat me erover dat als ik participatie wil, waar ik als burger ook een wet ga hebben waar ik ook onder val, wil ik dat die doordacht en kwalitatief gemaakt wordt. Ja, dus ik wil geen participatie puur voor de participatie. Ja. Ik wil participatie waar ik van denk, als daar iets uitkomt wat compleet tegen mijn eigen preferenties ingaat, moet ik het gevoel hebben, dit is doordacht gebeurd. Dat heb ik niet bij referendum. Ja. Het is niet over een risico dat mijn voorkeurtje er niet uitkomt of zo. Nee, maar het komt in een heel ander politiek vaarwater. Het is een heel andere manier dan ineens weer. Ja. Ik ga even naar het laatste onderwerpje van die drie thema's. Dat gaat over het selectieproces. Hè. Dus Nico heeft dat in de PowerPoint laten zien. Hè, dat de uiteindelijke samenstelling van het burgerforum was een mooie groep. Maar qua opleidingsniveau, qua inkomensniveau, eigenlijk toch wat hoger dan de gemiddelde bevolking. En dus er is toch een zekere vertekening. Hoe erg is dat? En hoe... even Jacobien. Want hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik kan me voorstellen dat je niet tot 4 cijfers achter de komma representatief kunt worden, omdat het natuurlijk ook altijd wel ook je eigen smaak moet zijn om in zoiets deel te willen nemen. Dus mensen die van debatteren houden, die zullen eerder geneigd zijn om dit een leuk traject te vinden dan mensen die daar minder van gecharmeerd zijn. Dus als je dat in ogenschouw neemt en het onderwerp daarbij optelt, dan vind ik eigenlijk dat we er wonderbaarlijk goed in geslaagd zijn om een behoorlijk brede vertegenwoordiging van de bevolking binnen te krijgen. Zowel in leeftijdsopbouw, in seksen, in beroepsachtergrond, in opleidingsniveau en misschien alleen niet helemaal in etniciteit. Dat vind ik nog het minst gelukte stukje ervan. Maar eigenlijk was het van 18 tot 88 en van de PVV tot D66 en van helemaal niet politiek tot best wel actief binnen een bepaald kader. Maar ook de bakker en de garagehouder naast de chirurg. Dus ik vond het een hele boeiende mix die je tegenwoordig bijna alleen nog maar in de kerk tegenkomt. Ja. Maar niet in heel veel andere podia. Dus in die zin hadden we al een veel bredere stretch dan je normaal gesproken zou kunnen verwachten. Ja, en ook sowieso een bredere stretch dan wat bijvoorbeeld in de Tweede Kamer zichtbaar is. Ja. Ja. Oké, dan ga ik naar Yves. Hoe belangrijk is die representativiteit en hoe zou jij daaraan werken? Ja, die representativiteit is belangrijk voor de legitimiteit. Eigenlijk,
Ik ga een catchphrase die ik gestolen heb van mijn Canadese collega, Harm van Dijk kent hem ook, Peter McLeod, zegt altijd designing for legitimacy. Je moet eigenlijk bij het opstellen van je burgerpanel denken, wat is de legitimiteit bij de bredere bevolking, als ze die groep zien en denken, die kan een beslissing voor mij nemen. Ik ben daar niet bij. Hoe kan je die verhogen? 100 haalt niemand en de Tweede Kamer ook niet. En dus die representativiteit is daar een factor in. En hoe wij dat altijd uitdrukken is, je moet naar een foto van het burgerberaad kunnen kijken en denken, ik had daarbij kunnen zitten. Ik zit er niet bij, maar iemand als ik had erbij kunnen zitten. En dus, we zeggen altijd, er zijn 3 criteria waar je normaal op je toch op stratifieert. Als je echt een groep van 150 of... je hebt ook bredere panels en bredere burgerberaden die heel open zijn. Maar als je echt... is seksen. Je wilt 50% mannen-vrouwen hebben. Dat is gewoon bijna doffies. Leeftijd en opleidingsgraad. Dat zijn eigenlijk de 3 die... We zouden geen panel meer adviseren, wij, waar die 3 niet in zitten. En dan vragen wij meestal aan de politicus, wat denk je dat er zelf nog in moet zitten? Op lokaal niveau is dat meestal de wijken, bijvoorbeeld. Hè. In België is dat de deelgemeenten. Ja. Dus, als er iemand niet in zit van, dan gaan ze dat daar niet tof vinden. Oké. Wat nog? En bijvoorbeeld in een stad als Mechelen was etniciteit, hè, dat is een stad tussen Brussel en Antwerpen met een hoog immigratiegehalte geweest historisch. Ja, daar had men zoiets van, je kan gerust daar je 25% laaggeschoolde hebben in dat panel. En er is een hoge correlatie tussen etniciteit en laaggeschooldheid. Maar als die mensen naar de foto kijken en die weten 1/5 van Mechelen heeft een andere etnische achtergrond, ja. Er zit niemand als ik tussen, dan heb je 1/5 van je bevolking die al denkt, wij zitten er niet tussen. Ja, helder. En hoe krijg je dat voor elkaar, Yves? Want in Nederland wordt dat bijvoorbeeld de vraag van etniciteit, het is eigenlijk helemaal not done natuurlijk, wordt ook niet geregistreerd. Dus hoe ga je dat dan doen? Hoe krijg je dat in je panel? We hebben de vraag gewoon in de brief gezet. Hoe je dat doet, ook opleiding moeten we vragen in België. Dat zijn, wij houden ook etniciteit op die manier niet bij. Hè? We hebben gewoon gevraagd naar het geboorteland van de ouders was. Maar wat je eigenlijk heel hard in je brief moet benadrukken, is net, we willen daar net mensen in de ruimte hebben die er normaal niet bij zijn. En daarom moeten we je een paar vragen stellen. We gaan de informatie niet gebruiken, maar we hebben die wel nodig om te zorgen dat we, in die brief, het is ook een kunst, het opstellen van die brief, dat moet als een uitnodiging voor Sjaakie in de chocolade. En dit is de allereerste brief die ze krijgen waar dit in staat? Ja, dat denk ik wel. Dat moet op mooi dik papier zijn. Dat moet als, dan citeer ik mijn Australische collega, die zegt altijd, dat moet als een uitnodiging voor een trouwfeest zijn. Je moet het gevoel hebben. Je moet ook appelleren naar de burgerzin. En ook daar, dat Harm en Mirjam kunnen daar waarschijnlijk prachtige verhalen over vertellen. Burgers zullen, they will step up. Als ze het gevoel hebben, oei. Ik ben uitgekozen en ik krijg een zekere verantwoordelijkheid. En die hoge graad van retentie, dat mensen 10 weekends in Parijs ook, heeft meer dan 90% behouden. En sommige van die mensen moesten op vrijdagavond vanuit de Provence komen. Eens het gevoel hebben, ik ben hier deel van een club die iets belangrijk doet. Ja. Je gaat, en dat is een technische vraag hoor, maar je gaat moeten oversamplen. Ik ben ook academicus statisticus geweest. Je gaat moeten oversamplen in je eerste uitnodiging. Ja. Omdat bepaalde groepen maar in een hele lage mate ja antwoorden. Ja. Mannen, middelbare leeftijd, hoger geschoold zoals ik. En met een grote mond, zeker zoals ik. Die gaan zeggen, ik zal wel komen. Ja, dus die allereerste. Wat we gezien hebben in de PowerPoint. Dat uit de basisadministratie zijn 1 op de 200 adressen. En daar moet die oversampling al in zitten, zeg jij. Die groep moet je eigenlijk al... Zo in de tekst van de uitnodiging met name. Ja, daar moet je zitten, maar wat ook belangrijk is, we hebben natuurlijk eerst die brief is uitgegaan. Hè? Gewoon een persoonlijke brief aan heel veel mensen. Daar kwam dus vrij hoge respons, veel hoger dan we hadden gedacht. En ik denk dat je dan ook moet nadenken over de manier waarop je informatiebijeenkomsten inricht. Want de mensen die je dan op het podium zet, die maken ook dat de zaal denkt, dat zou ik kunnen zijn, daar zou ik bij willen horen. Dus ook daar kun je weer de selectie als het ware een klein beetje sturen.
Ja. Dus bij elke bijeenkomst in een zaal vroegen we aan het eind, als u denkt dit is iets voor mij, doe dan een kaartje in een soort ballenbak en dan gaan we die meenemen in de loting. Maar daar wil je natuurlijk de grootste diversiteit in hebben. Hè? Dus daar kun je opnieuw over accentueren, als het ware. Oh ja, mooi. Ja. Lijkt mij dat je daar een aantal kansen hebt. In ieder geval. Ja, nou super. Het zijn hele concrete ideeën en tips die jullie ons aan de hand doen. Ik zie dat het 9:03 is. Dus ieder 1,5 minuut voor een laatste woord. Wat is nu nog belangrijk om even toe te voegen? En anders stel ik nog een vraag. Doe nog een vraag. Ja, kan wel zeggen, je moet er altijd, en zeker bij klimaatpanels, je moet er altijd een ander onderwerp op plakken en denken, hier komt iets uit waar ik totaal tegen ben. En het gevoel hebben, want waar ik altijd een beetje, en ik bedoel het helemaal niet slecht hierin hoor, maar dat je een panel opzet omdat je denkt, dit gaat tot de beleidsuitkomst leiden die mij genegen is. Ja. Je moet rekening houden dat er iemand dat gaat moeten accepteren die dat niet genegen is. En dus kijk met die bril naar je proces en maak het zo sterk mogelijk dat iemand buiten die groep zegt van oké, hier komt niet uit wat ik wil, maar ik wil wel meedoen. Ja, dus je moet er altijd zelf met een kritische bril naar kijken, alsof je zelf iets moet aanvaarden wat uit die bril komt. Heel erg op de tegenspraak uit zijn. Ja, je moet niet het laatste eruit halen, maar je mag niet te vlotjes gaan van... Maar wat ik ook, en dat kan hetzelfde zijn en dat kan ook net het tegenovergestelde klinken. Wat ik een interessante observatie vond, is dat als je het proces op de manier inricht zoals we hebben gedaan en de groep samenstelt zoals die is samengesteld, dat je niet de revolutie zult gaan uitroepen, maar dat er een soort gewogen gemiddelde uit gaat komen, wat politici ook misschien een beetje de koudwatervrees die er altijd is voor dit type instrumenten ook kan wegnemen. He, dus het is zo begeleid en zo gericht op consensus in de zin dat mensen door met elkaar te praten ergens moeten uitkomen. Dat wordt niet een totaal andere werkelijkheid dan waar we al in leven. En dat vind ik ook een hele interessante, om bewust te zijn. Dat is wel ook een prikkelende afsluiting, Jacobien. Ja, het is jammer dat jullie... Mag nog terugkomen, hè? Misschien. Nou ja, als je geïnteresseerd bent, sowieso ben je welkom natuurlijk. En Yves ook. Hè, van, we doen in ieder geval volgende week nog een volgende verdiepingssessie. En dan gaat het inderdaad echt over het proces, hoe dat is gegaan en de dynamiek in grote groepen. En hoe doe je dan die besluitvorming, et cetera. En moet je gaan al of niet gaan trainen in dialoog. Dan komen dus Manon de Jong, hè, die was bij jou, die liep met jou mee toen. Ja. En die was toen bezig met een promotieonderzoek. Die heeft daar ook een dissertatie over geschreven. En Harm van Dijk van G1000, die ook vanavond onder ons is, die is dan ook als deskundige aanwezig. Dus dat wordt uiteraard ook weer een hele interessante avond. Dan ga ik in ieder geval jullie bedanken. Ja, je bent welkom om te blijven, maar jullie hadden alle twee een goede reden om 9:00 weg te moeten. Mijn kinderen zijn heel erg bedankt. Dus, heel erg bedankt. Ja, heel graag gedaan. En nog een mooie avond verder. Dag. Okay.